En ondertussen zijn we aangekomen in Servië. Voilà, daar zijn we net uitgecheckt. En tijd voor een nieuwe. Heb de de Servische vlag. Ik ging al missen. Ja, de Servische vlag. Stan, het is wel belangrijk dat je weet, deze vlag is kwalitatief iets minder dan de vorige, want deze moet je vanaf windkracht 5 al binnenhalen. Servië vroeg een sterke inspanning. Goedemorgen, 1 aan 9 en we zitten op het water. Dat is een recordje. Come on, vandaag maar voor 60 kilometer. Every day we're paddling. Every day we're paddling. Ook als het regent, en ook als het thunderstormt, en ook als we in Servië zijn. Gas, 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 gas! Van een magische barrière doorbroken. 60 kilometer op 1 dag. Hoppa! 60! Boe, 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 boe! Knal, knal, knallen. En men ook behoorlijk wat afval verzameld he, vandaag. Ja, alles bij Sanne, een plastic kakje vol. Komt ook allemaal los uit het water. Goed. Ja. En morgen hopelijk Belgrado. Hoppa! Belgrado. Dat is nog een kilometer of 60. But we can do this. Maar ook ontspanning. Pootje baden! Oh, het is zo koud. Nee, het is echt mega chill. Oh, ik ga een beetje dood. Het is echt mega aan. Het is wel een beetje vuilnis achter ons ook. Ja. Een stoel, 10 schoenen, 100 flessen. Ja. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Sanne minder. Soms met een drankje. Ebla! Mijn zorgen weg. Gisteravond zijn we dus hier toegekomen op dit supergezellige pontonnetje. We hebben dan onze tent opgezet net voor het huisje hierachter. En deze morgen is Ilia hier toegekomen. En hij heeft vanmorgen gezegd, oh, het is geen probleem dat je hier slaapt. En oh ja, omdat je hier geslaapt net, anders hier drinkt een glaasje vodka. En dan zei hij, oh ja, en anders moet je de fles houden. En dan nu had hij net vertrekken terug naar het dorp en kwam hij zeggen, hey, hier is nog een fles wijn ook. Allee, merci hé. 18 juni en de dag begint. Maar vodka. Santé. Tjiedeli. Yes. You made it yourself? Oh, really? Oh, wow. Oh. Nice. Het is warm en het is met muziek. Ebla. En we gaan de dag beginnen met een terrasje te doen. Hey, poepkees. Het zat daar vol met wilde beesten. Slangeske. Sanne, er is hier weer van alles gebeurd. Hè. Ja, vannacht hoorden we eigenlijk allemaal krakende geluiden. En ik dacht, oh ja, zalig een beest. En dan zo echt een diepe adem van een beest dat besefte, tja, iets klopt hier niet. Die tent staat hier niet waar dat Jan. Allee ja, normaal gezien staat er hier niets. En dan ben ik gaan kijken en ik denk dat het edelherten waren, maar het was echt super donker en ik kon het niet zo goed zien. En daarna heb ik dan mijn oordoppen ingestoken, want ik dacht, ja, anders ga ik daar naar blijven luisteren. En vanmorgen worden we wakker en we zien dat onze spullen een beetje zijn aangeroerd. Zoals daar onder andere is deze zak. Met mijn schoenen. Ja. En de rest van ons gerief is ook half in modder. Deze schel lag niet op haar plaats. Dit was niet zo. Dit hebben wij niet zo achtergelaten. Ook dit niet.
Ja. Ja, en de, er is bewijsmateriaal van de schuldigen. Hier is een hoekje. Ja, veel nieuws. Dit wordt mogelijk het warmste moment van mijn leven. Het is waarschijnlijk nog 24 graden, maar ik ben door de muggen veroordeeld tot een regenjas en een regenbroek. En ik heb gemist, ik heb geen paprika's gekocht, maar ik heb rode pepers gekocht. Dus het eten is vrij pikant. En, Sander is aan het eten, we hebben net hier ergens in de bosjes een everzwijn gehoord. Waarschijnlijk, of toch een wildzwijn. Het klonk als... Het klonk als heel dichtbij. Ja. We hebben hier heel veel everzwijnsporen en we zijn al gewaarschuwd voor de everzwijn. Dus het was toch wel eventjes verschieten. Want ja, als die hier op zoek gaan komen naar eten, dan hoop ik dat ze onze tent naar rust gaan hebben. Maar gelukkig is daar het water, dus we kunnen snel vluchten. En als je ons nooit meer hoort, ja, dan zijn we een everzwijnenmaaltijd geworden. Maaltijd, dat denk ik niet meer. Maar ook mijn lieve diertjes. Ik dacht dat hij direct ging weggingen. Nee, je is hier graag. Hij vindt mij zo lekker. Het is van hoge kwaliteit, hè. Mijn zoet. Ah. Dag, Vender. Hij stinkt. Het was daar ook gevaarlijk. We hebben het vermoeden dat de zon aan onze kant bijna gedaan is. En dat dat daar... Maar ik zie het echt afkomen. Kom, we gaan ons essen. Ja, dat is een gigantische... regenbui die eraan komt. Amai, check them Hansa. What the hell? Let's go. Wow. Was de max.